weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan weer lekker Minecraft spelen. Ik wou Fortnite zeggen, hallo. We gaan lekker Minecraft spelen. De planning voor vandaag is... Ik wil de laatste puntjes op de i zetten. Heb ik dat al gedaan? Oh, misschien heb ik dat al gedaan. Fuck. Ik wou de laatste puntjes op de i zetten hier. Oh nee, er moet er nog een rand op. Ik wou zeggen. Er moet nog een randje aan. Ik wil het dak fixen van mijn huis. Eindelijk. Ik weet niet of ik genoeg... hoe heet het nou? Er zit een creeper, echt. Hij zit echt tegen mij aan. I'm scared. Anyways, ik wil het dak gaan fixen. Ik hoop dat ik genoeg koper daarvoor heb. Ik heb best wel veel koper gefixt natuurlijk. Ik weet nog niet of het gaat genoeg zijn. But I hope... En ik wil een... Ik heb een plannetje. Wat hoogstwaarschijnlijk mijn dood gaat zijn. Dat zeg ik eerlijk. En jullie gaan straks zien waarom. Ik heb wat hout gefixt. of camera. Want ik dacht, hout hakken kan ik op zich wel doen. Zonder dat jullie dat hoeven te zien. Dus ik dacht, dat kan ik wel gewoon even off camera doen. Ik wil even een stonecutter maken. Hebben we daar materialen voor? Hoe maak je dat ding ook alweer? Oh. Stone. There we go. Stone en één iron. Oké. Okay. Maken eventjes een stone cutter. Zo. En een iron. Ik wil namelijk het volgende gaan doen vandaag. Ik wil mijn aquarium gaan fixen. Ik wil in deze muur een aquarium gaan maken voor mijn ocelotten. Want ik heb er natuurlijk 3, als ik het goed heb. Ja, ik heb er 3. Die wil ik in die muur gaan gooien. Maar het design wat ik heb gemaakt vergt dat ik quartz nodig heb. Het andere probleem wat ik nodig heb is koraal. Maar dat ga ik nog niet kunnen fixen, aangezien ik dan, ik moet even deze creeper killen hoor. Aangezien ik dan silk touch moet hebben, en dat hebben we nog niet. Dus, ja. Maar we kunnen wel, alvast het aquarium maken en dan doen we later de koraal erin. Dat leek mij wel een plan. Zo, dan hebben we een stekje aan stairs. En dan gaan we plop, 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 plop. Zo. Als het goed is, is die nou af? Ik wil heel even checken of we... ja, overal pilaren hebben. Oké, top. Dus ja, dan is het inderdaad af. Ik zie hier 2 gozertjes. Die moeten we even inbouwen. No, stay there please. Thank you. Blijf maar lekker met elkaar praten. Het hoeft even geen... Wil jij naar huis? Oké. Okay. Wat een klote, gasten. Oké, okay, we gaan wel even minecarts maken. Dan doen we dit wel een andere keer. Maar we moeten ze natuurlijk even opsluiten. Zodat we een hokje kunnen maken waar ze kunnen prikken. Ik heb sowieso nog geen design erover bedacht. Hoe ik dat wil. Het moet er natuurlijk wel een beetje leuk uitzien. Dus dat doen we wel een andere keer. Voor nu... Wil ik dus even mijn huis gaan fixen. Ik weet dat ik nog niet... Ik denk, om eerlijk te zijn, dat ik nog niet genoeg koper heb. Maar ik wil wel even 1 ding testen. Want koper vergaat natuurlijk. En ik dacht dat het dus zo was. Als het verkleurt, dat je het kan fixen met je ex. Want ik heb bijen nodig. Dat moeten we eigenlijk ook vandaag even doen. Bijen fixen. Hebben we al een nieuwe bijenkorf toevallig? Kijken. Ik heb hier heel veel bomen en bloemen. Nee, helaas. Jammer.
Dan moeten we denk ik even ergens bijen vandaan halen. Aangezien we hier geen bijen hebben. That's a problem. Want we willen het gaan waksen. En als je het wakst, dan blijft het zijn kleur. Maar dan moet je wel veel wax hebben. En ik heb niet zoveel wax. Zo, het is weer een volgeplande aflevering. Merk ik alweer. Ik zit er wel aan te denken trouwens, want mijn design die ik had was ook stairs van koper. Maar ik denk om eerlijk te zijn dat dat design leuker is. Om alleen maar met blokken te doen. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Even kijken. Dat gaan we zo doen. Ik wil heel eerst even testen of dat werkt. Want anders kunnen we het nog niet doen. Want dan moeten we eerst de bijen fixen. Wat gaan we dan nu doen? We kunnen even naar de Nether gaan. Laten we dat gaan doen. Ik drop dit even. Koper even terug. Zo. Ik heb nog melons en shit. Melons en pumpkins. Deze hier. Oké. I need a pickaxe. Ik neem er wel even twee mee, want dan kan ik even quartz gaan fixen. Oh, moet ik wel stokken hebben. Ik wil eigenlijk ook vandaag wel even mijnen, maar ik denk niet dat ik dat ga redden vandaag. Aangezien we al best een aardige volle planning hebben wat ik wil gaan doen. Denk ik dat dat even een andere keer komt. Let's try it out. Of we niet doodgaan dit keer, please. Oké, okay. Hallo lag, thank you. Oh, I made a mistake already. Ja, dat bedoel ik. Ik had gold mee moeten nemen. Oké, okay, we go back. Ik moet even gold aandoen. Oh, dat is niet handig. Heb ik hier nog golden boots in zitten? Nee, oké. Okay. Dan vallen in ieder geval die gozers ons niet aan. Dan hoeven we alleen zorgen te maken over die. Hoe heet die dingen? De varkentjes. Okay, ik ben nog helemaal nergens heen gegaan, om eerlijk te zijn. Helemaal scheid. We moeten ook een manier hebben om terug te komen, natuurlijk. Daar heb ik niet over nagedacht. Oké, okay, he's dying. Bye. Lava, 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 lava. Oké. Okay, het enige leuke aan mijn Nether spawn vind ik de portal. Of in ieder geval de fortress. Voor de rest vind ik het een scheid Nether spawn. Die. Thank you. Dat is wel het voordeel van die kleintjes. Die rennen gewoon weg als je ze slaat. Oké. We moeten alleen best wel veel quartz hebben. Dat is wel een dingetje. Daar, ga nou even dood. Fucking klote varkens. Jezus. Oké, okay, ik denk dat ik gewoon hier naar binnen ga hakken. En dan een soort strip mine, I guess. Ik weet niet of dit de beste tactiek is, maar ja. Nee, dus. Oké, okay, sick. Oh my god, dit is echt een klote spawn, man. Oké. Okay. Plan B.
Wat is plan B? Vraag Blee? Ja, plan B. Yes. Wat is plan B als je vraag je misschien af? Pretty much. Gewoon kijken waar kwart zit en daar hakken. Maar het probleem is dat ze best wel hoog zit allemaal. Oh, I don't like this. I don't like this at all. Oh, dit is een probleem, jongens. Ik heb nu ook gewoon al bijna geen eten meer. Heel sick. Ik had meer eten bij moeten nemen. En dit is dus de reden waarom ik eten wil hebben. Godver, waarom bedenk ik dan ook zo'n leuk plan om fucking quartz te gaan gebruiken voor mijn beeld? Oké. Okay. Yes, very sick. damn it. Had ik al een netherkist? Ja, een soort van. Oké, ik dump het wel even hier nu. Okay, hoeveel eten hebben we? We nemen al even steekjes mee. 1 hour later. Weer een beetje. Damn it. Ik kan me ook gewoon niet herinneren dat het zo vervelend was om kwarts te hakken. Ik heb het nooit, echt nooit zoveel problemen gehad hiermee. Ik wil sowieso eigenlijk even een stekkie, maar het gaat wel lang duren, denk ik. Waarschijnlijk ga ik het gewoon echt fast forwarden, want als het zo lang duurt elke keer voordat ik een badge aan quartz tegenkom, dan is het niet heel interessant om naar te kijken. Helemaal kut. Oké. Okay. Wacht, zie ik nou dat er 2 fortressen op mijn map staan? Hallo? Hold on. Heb ik nou serieus 4 fortressen? Fucking 4. Ik moet trouwens wel hier even een waypoint zetten. Om. Anders ga ik het vergeten. But what the fuck? 4 fortressen. Hoe insane is dat? Oké. 1 eternity later. Anders kan ik altijd het frame maken. Van het van mijn aquarium met de blokken. En dan doen we de rest later. Want ik maak mijn pickaxe even op sowieso. Maar dat is best wel snel al, denk ik. Ah! Ik wil eigenlijk ook wel even wat glowstone meenemen. Ik maak mijn pickaxe al stuk op een glowstone. Oké, okay, there we go. Let's go back. Where did we came from? Oké, okay, ik dacht even dat ik een gozertje hoorde. We hebben dus 28 quartz blocks. Ik heb de pillars nodig. Ja. Pillars. Oké. Okay, nieuwe pickaxe. We gaan gewoon lekker even een beginnetje maken aan het aquarium. Hebben wij genoeg glas? Nee. Ik smelt gewoon even al het glas. Laten we gewoon... Zand bedoel ik.
Pickaxe ging maken. Ik was gelijk weer afgeleid. Sick. Ik wil wel eventjes checken. Is ons blok of quartz al verkleurd? Nee, oké. Okay. Jammer. Oké, okay, de planning is dus zo. Ik ga even uithakken. Ik denk gewoon tot zo hoog. Want daar komt een framepie omheen, zeg maar. Ik weet niet eens of ik hier genoeg kwartsblokken voor heb, maar oké. Pillars. Dus de planning was om dus pillars zo omhoog te doen. Dan zo naar de zijkant. Dan hier weer naar beneden. En zo. Oké, we hebben wel genoeg voor dit. Kijk, dan heb je hier zo'n kijkstukje, zeg maar. Zo. De zijkanten en zo, dan fix ik later wel. Daar hebben we gewoon nu nog niet genoeg voor. That's okay. Dit moeten we er ook even uitgraven. Nee, shit. We moeten niet al het zand. Oh, fuck. Oké, okay, helaas. Als we al het zand doen, dan hebben we geen... Shit. We hebben geen zand meer om hierop te leggen. That's a problem. Oké, okay. Ik wil heel even... Oké, okay, dit was niet handig. Hij moet sowieso 2 diep, want ze moeten lekker kunnen zwemmen. Ik wil zo heel veel checken hoeveel wat ik nou precies had gebedacht, duidelijk. Dus, ik ben zo terug. Oké, okay, ik weet het weer. Ik heb al sowieso 1 fout gemaakt. Dat is namelijk dat ik dit wou doen. En de planning was eigenlijk om hem ietsje lager te doen. Maar ik denk dat dit leuker is. Ik heb zand nodig. Maar dat hebben we niet. Want ik heb allemaal glas. Dus we moeten even zand gaan hakken. Ik ben weer lekker chaotisch, jongens. Let's go. Alright. Let's grab some sand. Oké, voor dan donker. Oké, zand, 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 zand. Gelukkig wonen we naast een desert. Hello, desert. Ik wil binnenkort ook weer even lekker een aflevering doen dat we lekker gaan ontdekken, want... Er is nog zoveel... Ik bedoel, we hebben nog niet zo heel veel ontdekt op zich. Ik bedoel, Oké, we hebben al best wel veel ontdekt. Maar we kunnen nog zoveel ontdekken, jongens. We moeten ook die mineshaft nog een keer ontdekken en die tempel looten. Okay, hoeveel zand hebben we nodig? Ik heb geen idee. Ik neem wel gewoon wat mee. Nou, 37, sure. Is wel even genoeg, denk ik. Ondertussen wil ik deze koe even slachten. Thanks. Because of the ladder. We moeten ook even die villagers nog gaan traden en shit. Want... We moeten natuurlijk wel zorgen dat... Oké, hij is verkleurd. Oké, dat kan dus. Oké, sick. Dan kunnen we dat straks doen. Oké. Maar, wat ik wou zeggen is... We moeten sowieso de villagers nog even gaan... traden en dat soort dingen. Want anders komt dat er niet van.
Okay, hier wil ik een pilaar hebben. En ik wil hier een pilaar hebben. Oké, niet met zand. Zo. Zo, dat vond ik wel leuk. Zo. Koraal en zo moeten we dus later even fixen. Dan moeten we nu even water. Hebben we nog lege water buckets? We hebben eentje, oké. We moeten er nog even eentje maken. Zo, en dan wil ik even signs. Hebben we nog signs? Hebben we signs? We hebben een deur. Prima. Dan zet ik namelijk hier even een deur neer. Dan kunnen we gewoon in en uit. Kunnen we het even vullen met water. Sick. Kijk, dat is nog eens een slimme tactiek dan. Denk ik zo zelf. Oké, dat was iets minder slim. Ozer. Ga even bij Alberto vandaan. Verdomme. We moeten Alberto ook nog eens een keertje naar de villagers fixen. En dat soort dingen. We moeten sowieso even een brewing stand nog fixen. Zodat we een potion kunnen maken. Oké, we hebben nu een water source shit. Oké. Dan gaan we gewoon zo naar boven. Dus. Kijk. Nee, daar wil ik hem niet. Ik wil hem daar. Thanks. Zo. Oké. Volgens mij is het nou Gucci. Oké, dan kunnen we de ocelots pakken. Want we hebben gewoon geen quartz meer om dingen te doen. Dat doen we later wel. Wacht. Oké, ik heb 5 buckets. Damn. Een gele, een cyaan en een roze. Oké, There we go! Look at them swimming! It's so cute! Fuck, dat is de verkeerde. Dat is ook de verkeerde. Look at them swimming around. Ik vind Ocelotl zo cute, jongens! Oh, zo cute. Oké. Okay. We hebben dus een aquariumpje. Het moet nog een beetje afgemaakt worden. Dus met quartz en koraal. Maar ik heb dus nog geen koraalbiome gezien. Zover ik weet. Dus dat zouden we nog even moeten zoeken. We hebben sowieso nog niet echt een grote oceaan gevonden. Misschien hierachter, maar ja, dit is groot. Dus zou ik hier even kunnen gaan varen of zo. Maar daar heb ja. In ieder geval, dat komt wel. Dit erin. Even mijn zakken legen, want ik heb typisch veel shit in mijn inventory wat ik niet nodig heb. Zo, inventory is weer leeg. We zijn lekker vlees aan het koken hier. Ik wil mijn huis gaan fixen. Dus we moeten koper hebben. Ik durf te wedden dat we het dak nog niet af kunnen maken. Maar we komen denk ik wel een heel eind. Dus dan zijn we in ieder geval verder dan wat we nu zijn. Want nu heeft het gewoon geen dak. Letterlijk. Dus dat gaan we even lekker doen. En als we het kunnen waxen, dan kunnen we gewoon, ja, de dingen fixen. We kunnen zo nog even op zoek gaan naar bijtjes. Dat is misschien nog wel leuk. Nee, we gaan echt never nooit genoeg hebben. Kijk dan hoe snel we er doorheen. Oké, nou. Hoe snel we er doorheen gaan. Wacht, die spannen onze ocelotels niet. Nu, we moeten ze namen geven. Fuck! Dat bedenk ik me ineens. Oh nee. Oh, dat moeten we zo even fixen.
Ik heb alleen niet zoveel name tags. Fuck, jongens. Oké. Dit is hoe ver we komen met onze koper op dit moment. Oké. Let me check. Ah, kijk, het begint al ergens op te lijken. Oké, ik wil even ocelotos. Even kijken hoeveel name tags hebben we überhaupt. Hoeveel... Nee, we hebben er één. Fuck! Welke villager kan name tags fixen? Er was er één. A few moments later. Method librarians. Oké, we moeten onze librarians gaan farmen. Oké, ik moet even buckets. Dan ga ik ze even terug doen in een bucket. Fuck. Ik heb een deur nodig. Ik wil ze gewoon niet kwijtraken. Dat is een beetje het ding. Omdat ik gewoon zo blij ben met die gozertjes, wil ik gewoon niet dat ik ze straks kwijt ben. Dus we gaan ze heel eventjes in de kist droppen. Nog. En dan gaan we even mijn name tags fixen. Emerald mee. Dan moeten we even veel. We gaan even onze farmers farmen. Sugarcane. Ik weet niet of ze paper trades hebben eigenlijk. Beetroots mee. Pumpkins mee. Melons mee. Oké. Okay. Laat ik ook wat boekies meenemen. Zodat we onze mending bijvoorbeeld kunnen doen en zo. Stress, jongens. Ik had dit niet verwacht, oké. Okay. Ik ging er niet van uit dat dit... Ik was even vergeten dat het zo werkt, natuurlijk. Dat ze natuurlijk die spammen van als ze geen name tag hebben. Oh. Even kijken. We hebben ook nog steeds geen kistjes neergezet hier. Oké, gozertje. Jij, weed. Koop al mijn weed. Koop mijn beetroots. Geef maar even... Ja, thanks. Oké, wat krijg je erbij? Oh, melons, yes. Dat is wel een nadeel van dit design, though. Misschien moet ik het nog even gaan fixen, want... Het probleem is dat ik gewoon niet goed die XP kan pakken nu. Potatoes. Hier, potatoes. Gewoon dat laatste beetje XP blijft er dan onder of daarachter. Oh ja, jij hebt nog geen baan. Dat is waar. We wouden hem een farmer maken, maar ik kan hem ook een librarian maken. Oké. Hoeveel emeralds hebben we? We hebben 18. We kunnen een mending kopen. Maar ik wil volgens mij hem gaan levelen. Dus ik denk dat ik gewoon dit doe. We hebben nog niet genoeg. Fuck. Dit gaat even duren, denk ik. Ja. Fuck. I'm stressing out, jongens. Oké, het wordt donker. Ook dat nog. Heb ik mijn bed bij? Ja, oké. Oké, ik moet even iets bedenken. En gauw. Dit farmpje even ontfarmen. En deze. Give me those potatoes. Oh, ik ben echt even aan het stressen, man. Oh, maar het probleem is ook dat ze geen paper trades hadden. Want anders is het best wel te doen.
Maar die hebben ze niet, helaas. Oké, okay. Jij bent het first. Dus wij moeten gewoon bij jou. We moeten emeralds fixen via deze makkertjes. En dan moeten we... de emeralds weer gebruiken om dingen te kopen bij die gozers. Maar dit gaat wel even duren. Ik moet even mijn farm gaan unfarmen bij mijn huis, denk ik. Ik weet niet hoe ver alles is. Maar nog niet zo ver, helaas. Oh, dat is helemaal kut. It's helemaal kut. Anders doen we dit een andere keer wel, hoor. Want... Maar ja, ik vind het zo vervelend dat ik dan dingen heb die ik wil maken en doen en zo. En dan... Ja. Ooit Minecraft weer roet in het eten of mijn brein die niet meewerkt, want dit had ik kunnen weten. Oké, weet je wat we doen? We gaan dit even wegdoen en dan gaan we even vissen. Gaan we gewoon even vissen. Want met vissen kan je natuurlijk ook nametags fixen. Ik weet niet hoe snel... niet zo snel meestal. Maar weet je, ik heb op zich wel even zin om te vissen. Ik weet dat dit niet echt het leukste is voor jullie om te kijken, denk ik. Maar hey. Ik vind vissen wel leuk. We beginnen ook wel een aardige bookshelf shit te krijgen. Oké, okay, we hebben dus één name tag en we moeten er... drie hebben. Drie. Zo, oké. Okay. Vier emeralds terug. Heb ik nog een vishengel? Ik denk het niet, om eerlijk te zijn. Hebben we nog strings? Ja, easy. Ik neem wel gewoon even... 9 strings mee. Zo. Sticks. Zo. Vishengels maken. Zo, 4 visengels. Daar kunnen we wel even mee vooruit, denk ik. Oké. Okay. Ik drop even mijn shit in mijn kinsy. Hiero, in dit kist. Dit kistje. Zo, we nemen dit mee en we nemen visengels mee. We droppen deze, we droppen dit. En dan doen we dit. En dan kunnen we de volgende. Oké, top. Waar gaan we vissen? We gaan gewoon even hierheen. En dan gaan we daar zo even vissen. Hopelijk duurt het niet te lang. Anders doe ik dit... Als het echt te lang duurt, dan doen we dit gewoon een keertje op stream. Maar... Ja. We hebben ook nog turtles. Daar kunnen we ook nog binnenkort een keer een farm van maken. Oké, okay, ik heb een beter idee. Want ik kan dit wel doen. Maar ik heb nog iets wat ik nog moet doen. En dat is namelijk mijn, in mijn training hall moet natuurlijk de hokjes nog af. We hebben natuurlijk nog een aantal hokjes die we moeten fixen. Dus die kunnen we wel even fixen trouwens. Want ik vind vissen heel leuk en ik had er op zich best wel zin in. Maar ik denk dat het beter is als we dat even gaan doen. Dat is denk ik iets belangrijker op dit moment. En iets leuker voor je. Hé, hey, een trader. Oh, nice. Yes. Fijn nice. Hadden we al een viskist? Yes. Oké. Okay. En dan een keer. Oké. There we go. Dan moeten we ook meenemen. En dan neem ik lekker veel ook mee. Want dan kunnen we ook gebruiken voor kinsies. Zo. So. Wel even genoeg ook, denk ik. Dan wil ik spruce mee, want we hebben pilaren nodig van spruce. En dan... Dat is hem volgens mij, ja. Oké. Okay. Oh nee, ja, nee. Nee, ja, nee, misschien. Een beetje. Deze kunnen we gebruiken en deze twee. Oké. Okay. There we go, dan gaan we even lekker bouwen. Eerst even kijken wat die villager voor ons heeft. Misschien heeft hij wat interessant. Ik zie hem bij! Ik zie hem bij! Ik zie hem bij! 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 Bij!
hebben een nieuwe bijenkorf. Yes, baby. Oh, maar hoeveel... Oh, maar zit er maar één? Ik denk het wel. Fuck, dat is minder. Oké. Oké, we hebben één bij in ieder geval. Better than nothing. Oké, ik was... waar was ik mee bezig? Wat wou ik gaan doen? Ik was even bij afgeleid, want ik kwam een... Oké. Oké, hallo gozertje. Wat heb je? Cyan bij. Oké. Dat is het enige interessante wat je hebt. Gozer. Lama's die. Give me your lead, man. Jongens, niet kijken. Dierenleed. Oké. They died. I mean... Er is niks gebeurd. Ze zijn gewoon gaan slapen. Ze zijn gewoon naar huis terug. Soort van. Oké. Anyways. Zo, dan is de bovenverdieping af. Hij is nog niet helemaal af hier. Ik zit er wel aan te denken om dus dit blok weg te doen. Dan komt hier een kinzie. En dan kunnen we hier bijvoorbeeld een flowerpot of zo op doen. Want dan kunnen we bijvoorbeeld... Oké. Bijvoorbeeld dit doen? Nee. Als we dan bijvoorbeeld deze trapdoors... Zo zetten. Dan kunnen we ze zo doen. En dan... Ja, dat lijkt me een slim plan. Wel eentje naar beneden. Ja. Dus ik denk dat we dus deze blokken weg gaan halen. Gewoon om het praktisch iets beter te maken. No, gozer! Shit, man. Waarom moet dit nou weer fout gaan? Waarom had ik er niet rekening mee gehouden dat gozertje nog geen baan had? Oh, shit, man. Oké. Minecarts liggen hier. Minecart rails, oké. Eén ding wat we wel gelijk even gaan doen is jou een baan geven. Zo, ik wil jou toch een composter geven, dus. Zo. Alsjeblieft, makker. Even kijken, wat willen we hem al straight geven? Ik denk carrots. A few moments later. Oké, carrots, prima. Weed en carrots. Hebben we weed al 2 keer? Ja, maar weed is op zich niet erg. Moeten we hem even snel lokken. Zodat we daar geen gezeik mee krijgen. Oh mijn god, echt. Alles wat ik wil is een goed ding maken. And then this happens. Oké.
There we go. Eén keer te weinig. One more. There we go. Dit is wel een probleem. Laten we dan maar dit doen. Zo, there we go. This is pretty nice. Moet wel alleen nog alle villagers en zo gaan fixen. Maar dat komt een andere keer. Want ik ben ondertussen ook alweer een uur aan het opnemen. En ja, ik had veel meer willen doen. Weer zo'n aflevering dat ik denk van... Oh, ik had dit nog willen doen. Ik had dit nog willen doen. Ik had dit nog willen doen. Maar we zijn alweer even bezig. We hebben ook al best wel wat gedaan. Ik bedoel, het is niet dat we niks hebben gedaan of zo. Even mijn zak legen. Maar ja, ik heb over het algemeen gewoon zoveel ideeën van wat ik wil doen. En alles dat gewoon... Het dan... Ja... Dat mijn hoofd dat overloopt met dit. Oh, dit had ik nog willen doen. En dit wil ik nog doen eigenlijk. En dan kijk ik op de klok. En dan ben ik al best wel lang bezig eigenlijk. Dus het is gewoon tijd om lekker af te gaan sluiten. Dus ik drop nog even de laatste dingetjes in mijn kisten. Deze nog even hier. Durft nog even daar. En de minecarts. Dus de ocelots fixen van de week wel. We moeten namelijk gewoon even een... Paar name tags fixen. We hebben best het een en ander gedaan. We hebben een mooi aquarium gemaakt. We hebben een begin gemaakt aan het dak van ons huis. We hebben de trading hall eigenlijk eindelijk echt afgemaakt. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!